Wat wij op dit moment zien in een sector is dat heel veel gemeentes te maken hebben met hele grote tekorten. Tekorten op het gebied van jeugdzorg, maar ook voor een deel op het gebied van de wet maatschappelijke ondersteuning. En dat tekort wordt nog meer verhevigd door de corona-effecten waar gemeentes nog meer financiële druk ervaren. Nou, voor gemeentes gaan nu keuzes ontstaan van welke taken wil ik wel of niet zelf uitvoeren. Wij haken daarop in omdat wij zelf van mening zijn dat de administratieve taken die gemeentes op dit vlak uitvoeren goedkoper en efficiënter kunnen uitvoeren. Zorg Lokaal is een bedrijf wat zich richt op WMO en jeugdzorg, administratieve taken die daarin uitgevoerd worden. Dat doen we voor 60 gemeentes in totaal in Nederland. Omdat wij het administratieve proces uitvoeren, hebben wij heel veel data en daar helpen we gemeentes mee als het gaat om financiële prognoses bijvoorbeeld te maken. Maar ook om na te denken hoe zorg geleverd wordt door hun zorgaanbieders die ze gecontracteerd hebben. We hebben bij elkaar bijna 1500 zorgaanbieders in onze database. En we proberen in ieder geval met gemeentes te kijken waar het financieel goed gaat of minder goed gaat. Waar we heel veel waarde aan hechten, dat is doelmatigheid. Doelmatigheid wil zeggen, heeft een cliënt passende zorg gekregen? Betekent dat je een goede interactie moet hebben tussen cliënt en uiteindelijk onze onderzoeker. Om te kijken van, goh, wat is hier nou precies gebeurd en waar heeft het aan bijgedragen? Ons dashboard geeft gemeentes overzicht en inzicht op het gebied van financiën, op de wijze waarop zorgaanbieders hebben gedeclareerd, op wachtlijsten, wanneer, hoe snel is een cliënt geholpen op het moment dat hij zorg moet krijgen. Maar het geeft ook aan of uiteindelijk ook de zorg genomen is. Ja, mijn wens voor de toekomst is dat er in ieder geval tussen gemeentes en zorgaanbieders heel veel meer vertrouwen gaat ontstaan, omdat ik geloof dat vertrouwen tussen aanbieder en gemeente tot hele constructieve oplossingen gaat komen. En ook feitelijk gaat bijdragen aan een betere omgeving, zeker ook voor cliënten. Want dat is waar het om draait. Uiteindelijk wil je zorgen dat je burger op een goede manier zorg krijgt.